Hi Stier, leuk je kijken naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 32. En dat is van maandag 8 augustus tot en met zondag 14 augustus. Dan de kaarten schudden om te kijken wat week 32 voor de Stier gaat brengen. Dan lijkt het Stier alsof deze week een week is waarin er een soort droom waar mag gaan worden. Alsof je ergens echt heel erg je best voor hebt gedaan. En deze week heb je daar echt een bepaald resultaat voor dat je ermee, waar je mee aan de slag kan. Het lijkt een beetje alsof er echt een nieuwe kans komt, zeker financieel gezien. Hè? Dus het lijkt echt een stukje groei te zijn waar je zelf heel erg blij van wordt. Maar het is ook een ondernemend stukje. Dus het komt echt een stukje wat bij jezelf vandaan komt. Natuurlijk heb je daar ook wel een ander voor nodig. Maar het is echt jouw stukje dat jij ergens heel veel energie in gaat stoppen, wat zich zeker ook zal gaan uitbetalen. Het is ook een stuk wat je misschien wel dingen wil gaan delen met andere mensen, want je gaat het zeker niet alleen doen. Het is echt een stukje dat je onder of met de mensen aan het werk gaat en dat is een stukje waar je echt heel veel zekerheid in gaat zien. Dit was alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je van hebt gevonden en ik wens je sowieso een super fijne week.